Oké, jongens. Goed, het is ochtend. Ik weet niet wat met jullie is. Ik ben uitgerust. Ik ben weer fit. Alles is weer. Nou, op een schaal van 1 op 10 is het bijna 10. Maar niet dat we gigantisch zijn verdwaald. Nog steeds. Maar ik denk dat we wel nu. Dit kan niet weer. Dit kan niet nog een nacht. Dus ik denk dat het goed is dat we zorgen dat we in ieder geval een dak boven ons hoofd krijgen. Beter dan dit gat dat we hier gemaakt hebben. En wat mij betreft doen we dat op een wat veilige plek en lopen we even terug richting de plek waar we gestrand zijn. Want het zit me niet, ik ben net even die boot ondergedoken. Of wanneer was dat? Dat is ook een paar uurtjes geleden. Toen heb ik die boot ondergedoken, toen zag ik niks, maar er moet gewoon meer zijn. Het kan niet anders. Kan ja, niet er waren zoveel spullen in. Er was echt heel, nou, maar... Ja, mijn specerij, hè? Je weet niet wat ik onder de bruggen liggen. Dat was echt... Nou, Vincent, je weet het, hè? Die ruimte eronder. Ja, allemaal, ja, drank, ja, allemaal drank zeker, hè? Nee, absoluut. Gaan we weer op die drank? Nee, ik maakte maar een grapje. Vind kom ik op. Een beetje flauw. Moeten we even knallen. Niet russen, jongens. Nee, precies. Dus wat zeggen jullie ervan? Zullen we teruggaan? Ja, maar okay. kapitein, moeten we niet alle oude spullen meenemen? Even de... Ja, het is goed. Als je dat makkelijk mee kunt nemen, dan moet je dat even doen, denk ik. Lijkt me goed. Hé, hey, jongens, mijn tas stinkt onwijs erg. Mijn tas stinkt onwijs erg. Dat rotte vlees zit er nog steeds in. Wat moet ik doen? Ja, toch bewaren. Ik bedoel, het is toch een bron van... het is toch een voedselbron. En als maar we kunnen we daar niet ziek van worden? Ja, nou, beter ziek dan dood gaan van de honger, toch? Dat is waar. Kapitein kan nu het weghalen. Want ja, u heeft het gereedschap. Ik heb dat ding. Nee, prima, lukt wel. Dit doe ik wel even normaal, het is een beetje zwaar, maar het wil lukken. Goed, dan doen we dat dus, gaan we terug. En we hebben gezien, het is echt een rare plek. Het is dag, nacht, bliksem, het wisselt zich supersnel af. Dus we hebben, wat mij betreft, geen tijd te verliezen nu. Als de bliksem die kant op... Die monsters, die waren er veel meer s'nachts, leek het wel. Dus we moeten zeker oppassen, hoor, voordat het donker is. Sinds wanneer heb jij zoveel recht van praten, Revé? Kom op, man. Laat die sinds kapitein... nu. Maar jongens, we moeten oppassen, want we komen ook weer langs dat ja, wat is dat? Dat skeleton hoofd met dat paarse, dus... Ik zou zeggen, niet naar kijken. Ja, ik kijk gewoon ook doorlopen. Niet, ja, gewoon doorlopen. Ja, zo. Hier. Zo, wat slag jij die koe gewelddadig. Ja, kom op, jij deed het met je varken met je hand, dus... Ja, Vincent, ik moet heel eerlijk zeggen, op dit moment... moeten eten. Alles is toegestaan bijna, want... We hebben echt een probleem. Kijk, hier die kip ook. Sorry kip, die ziet er hartstikke leuk uit, maar het is echt even belangrijk dat je meegaat. Oké, nou ik ga niet onder water hoor, je zoekt hem maar lekker uit. Nou, ik doe nog één poging. Ik help hem mee zoeken. Ik ga ook zoeken. Ik kon het echt serieus voelen, 2 minuten, maar nu... Wacht even, dit lijkt op mijn voorraadkamer, wacht even hier. Zie je wat? Zie je mijn specerijen? Oké, ik heb hier wel iets gevonden. Hé, hey, een specerij. Van alles wat hier lag, 1 kist nog. Ik zie een zwaard. Ik zie een zwaard daar liggen. Oh, heel ik lekker. Heb een zwaard. Dat is mijn zwaard. Ik heb het zwaard van de kapitein, jongens. Nee, dat is niet kapitein. Dat is mijn zwaard. Hé, hey, Kai. Hoe weet je dat nou? Handelde jij een ijzeren... een specerij handelde jij toch in? Ja, alleen ja... Dat is een oud verloren zwaard. Dat is gewoon ook, dat wou mijn koper, die wou dat ook heel graag hebben. Nee, okay, ik heb het zwaard van de kapitein, jongens. Wacht even jongens, zo kom ik nooit boven. Vincent? Ja, moet ik wat meenemen? Ik heb heel veel spullen. Ja, kun je wat meenemen? Want ik zit echt... Moet ik naar beneden komen duiken? Nee, Revé, blijf lekker hier. Ik pak wel nog jij een... Jij bepaalt een arm en zo. En, ja, ik kan...
is het vol, joh. Ik kan niet meer meenemen, want anders wordt het te zwaar dan. Ja, ik heb nu vier spullen, dus ik ga ook naar boven, kapitein. Komt u mee? We zullen wel moeten. Ik hoop dat ze verdrinken. Meer eten voor ons. Wees is niet zo'n gemene eikel dat je bent. Jij moet ook even letten op wat je eet, zodat je lekker slank blijft, ja? Ik let helemaal nergens op meer. Hey, jongens. Oké. Mag ik mij iets waard? Eén goed bericht is dit. 7 appels en... Oh, jongens, ik hoor weer iets. Wat is dat? Ja, niet op letten, jongens. Nee, dat kunnen we nu niet doen. We moeten nu gewoon door. We kunnen niet gaan letten op dit soort gekkigheid. Maar je hebt wel dingen gevonden. Ik heb armen, jongens. Wat is ons bedoeling? Ik heb in ieder geval... Dat zwaard is van mij. Ik wil mijn zwaard. Nee, dat is het zwaard van de kapitein. Die krijg jij niet. Nee, Vincent, als het zwaard van Kai is... Er staat zwaard van de kapitein. Die krijg jij niet. Ja, dat is van de verloren kapitein van vroeger. Nee, niks. Vincent, is goed. Geef maar Kai. Is goed. Het is prima. Het is niet mijn zwaard. Het zal ongetwijfeld nog van Kai zijn. Hij wist ervan. Ik had nog niets gezegd over het zwaard. Hij begon erover. Dat kan je niet zomaar weten. Dat is van hem. Dat kan niet anders. Dus... Hey, maar even voor de duidelijkheid, jongens. Ik heb 7 brood hier. Zullen we het even verdelen? Ja, het is niet 8. En we zijn met z'n 4. Dus ik hou er wel 1 over. Ik geef Vincent 2. Heb jij het allebei, Vincent? Ja. Ja. Kai 2. V 2. Jezelf hou ik er 1. Zelf geld voor de appels. Ik heb niks. Oh, jongens. Vincent 2. Kai 2. Ik heb helemaal niks. Ik krijg niks. Wat is dit? Waarom geven jullie mij niks? Jawel, ik kreeg het per ongeluk. Ik heb geen appels. Jij weer, hè? Kans dat ik af en toe even bij jullie vraag om een appel. Hoeveel appels hebben jullie nu? Ik heb geen 1 appel. Jullie moeten 2 appels allemaal hebben en 2 broden. Oh, nou geef ik er 1 te veel. Mag ik eentje terug? Ik heb ook nog steeds geen appels. Jawel, heb je wel. Ik wil mijn appels. Daar heb je appels. Ja, oké. Even kijken. We moeten hier even zien, hoor. Ik denk dat het goed is om een opening te maken richting het bos toe, want we hebben daar allerlei rare dingen gezien. Kunnen we niet bijzien? Oh jongens, er gebeurt er iets! Oh mijn god. Maak die hut nou, kom op! Kapitein, ik heb verder, we moeten spullen halen. Er liggen nog meer spullen daar onder in die boot. Ik heb nu een kist voor ons gemaakt. Meer? Want nou, ja, hier. Er is nog meer. Ik moet spullen doen. Zo. Kai, gaan jullie met die hut bezig? Hier, ik heb nog leer, ik heb allerlei spullen. Misschien is het ook handig als je een kist kunt bouwen hiervan. Dat je dat doet. Ik heb een kist voor u gebouwd. Blijf Kijk, van mijn leer af. Ik heb een kist voor u gebouwd al, kapitein. We moeten toch spullen. Fijn. Vincent, Vincent. Arjan en je en jij. Ik ben geen kapitein meer. Drie, twee, één. Oké, nu die 2 weg zijn, ga jij goed luisteren, Jarevee. Ik luister niet meer naar jou. We zijn niet meer op een boot. Ik ben hier op een onbewoond eiland, of in ieder geval een eiland. Ze zijn nog niet boven. Luister, jij bent helemaal niet op een onbewoond eiland. De klant wordt ontevreden als jij er niet meer mooi uitziet. Je weet hoeveel geld hierachter zit, hè? Alsof we ooit nog thuiskomen als we zo doorgaan. Weet je mijn reputatie nog van thuis? Ja? Dat is maar de slachter, maar dat was thuis en niet hier. Ja, maar ik heb mijn zwaard meer in mijn hand, hè? Alsof jij nu wat gaat doen. Hey, we zijn er weer. Arjan, en heb je nog wat gevonden? Ja, ik heb nou de spullen niet gedaan. Ik heb nog wel wat. Ja, Vincent heeft volgens mij de rest meegenomen. Vincent? Ja, ik heb een kippenpootje en een nog een zwaard. Oké. Dus we hebben dat was het. 1 kist gevonden met alle spullen. Zo, erin. Ik heb alles in de kist gedaan. Oh, dat was misschien wel mijn zwaard. Nou, het zal wel. Wat maakt het uit? Jongens, dit gaat niet per se voor de mooierheid. Het is vooral dat we veilig moeten zijn. Kunnen we niet langs het strand gaan lopen? Misschien zijn er nog meer mensen. Aangezien we vorige keer ook al mensen zagen. Ja, ik vind het een goed plan. Even kijken. Oh, ik schiet al op. Is dit genoeg onderdak zo? Voor nu wel. Het is een beetje laag en een beetje krap. Kun je nog niet iets breken? Nou goed, nee, laat ik het niet moeilijk gaan doen. Maar hebben we nog tijd of niet? Hoe is het met de zon? Ik zet in ieder geval het dak er even snel op zo. Ik denk dat we... Wat gaat dat snel joh? Dat is niet normaal zo snel als die zon zakt. Ja, kunnen we niet gewoon langs het strand lopen, jongens? Ja. We zijn er in 10 minuten onderweg en... Luister, ja. Arjan, jullie gaan nu even ons volgen, ja? Ja, nee, prima. Goed zo. Hey, jongens, even voor de duidelijkheid. Als we dat pak nou hebben, kan iemand die voorop loopt, Kai, jij dan? Ja. Kun je het even niet aantrekken? Ik bedoel, als we iets niet kunnen gebruiken, is het iemand die helemaal opgelapt moet worden straks. Maar, jongens, die lekker geprikt wordt. Goed idee, paddenstoelen, kan je toch eten maken? Ik kan toch paddenstoelensoep maken? Daar heb ik geen totaal verstand van. Straks zijn er giftige paddenstoelen, je weet het maar nooit, hè? Ja, maar dan zou er toch iemand het uit moeten proberen. Nog een Irish Sword erbij, dat wij toch niemand... Hier, donker gat.
Waar gaat het naartoe, jongens? Is dit een god? Kijk je wel uit? Ja, ik kijk uit. Jongens, ik ben er weer. Ik ben er weer. Oh nee, laat maar. Dit gaat niet goed. Dit gaat naar die duistere plek met die... Alles lijkt uit. Doe maar niet. Wat waren jullie daar aan het doen? Nee, ik was even aan het kijken of die jongens, was... Jongens, het bliksemt weer. Ja, shit man. Kom, loop nou verder. Jongens, even tempo, hop. Oké, we kunnen dit. Oh, daar staat weer zo'n groen ding. Nou. Jij hebt ook armor. Hoe loopt dat? Oh! Wow, wat? Wow. Wat was dat? Was dat een bom? Hij explodeerde! Wat een monster is die is? Ik bedoel... Nee joh! Hij explodeerde. Nee, dat monster niet. Hier dan gewoon een bom. Monsters kunnen het niet op ploffen houden gewoon. Ik zweer het tegen jullie dat monster explodeerde. Dus maar wat je een gek in je hoofd. Er zijn mijnen hier dan ergens? Of moeten we niet oppassen waar we lopen? Ik ben al een beetje zenuwachtig nu. Trouwens, Kai, hoe loopt het? Dat is toch ijzer? Loopt het niet moeilijk? Het valt reuze mee. Ik ben eraan gewend. Nee, het is de eerste keer dat ik het draag, maar... Ah joh, het komt goed. Nou, laten we de kustlijn volgen, neem ik aan. Ik zou even op de bergje gaan staan om te kijken. Ik kan niks te doen, maar ik heb de indruk dat het niet een heel grote boot, boot in zicht. Boot? Dit is misschien kunnen we weg. Misschien kunnen we weg. Dit is uitweg. Nee, wat is dit? Ja, wow! Wow! Wow, jongens! Jongens, okay. Achter mij. Wat is dit? Hè? Wat was dat? Het is alweer weg. Nee, wacht even, nodig is het weer. Ja, ik zie het nog steeds in de lucht vliegen. Moet ik daar langs of zo of niet? Maak geen geluid. Dus wacht, daar blijft daar jongens. Ik ga erin staan. Ik ben niet bang voor dat soort dingen. Hey! Oh! Shit! Wow! Shit. Wat is dat? Is dat goed? Au! Kunnen we niet even omheen zwemmen anders of zo? Even als we nou... Hier zo langs... Werkt dat? Hoe blijf je zo rustig dat ding... Ik bedoel... Wat? Ja, luister Kai. Het gaat de hele... Er gebeurt niks anders dan Kai en hier. Jongens, kijk. Arjan. Kijk dan. Hij gaat erheen. Gaat hij? Oké, ik kom ook. Straks, ik hoop dat we weg kunnen. Het lijkt mij niet te volgen. Ik kan niet. Kunnen we nou weg? Auw, shit, dat ding raakt me weer. Jongens, er is daar een kampvuur met een kist. Ja, ik zie hem. Ja, maar kunnen we daarop? Ik zie hier een chest in die boot liggen ook. Ik heb hem. Wat zit erin? Chain, boots en een boek. Een boek? Leuk, zit wat in? Wacht, laat me even rustig lezen op land, hoor, jongens. Ik kan niet bij dat aparte... Komt dat door dat vuur, dat ding, of niet? Ja, maar jongens, er is nog een kist. Nee, wacht, eens weg. Kijk naar de kist. Ik zie het, maar kan ik er wel bij dan? Kunnen jullie allemaal eventjes bijeenkomen? Ik ga dit heel even voorlezen. Ik ga dit proberen. Mogen we daarheen? Ik zie Kai weglopen met dat boek en op het moment dat Kai wegloopt, is dat raar wat we gedoe. Jongens, ik heb vis. Ik heb vis, cooked fish en 2 zwaarden gevonden. Oh, kijk. Nou, ik ga dit even voorlezen. Kom even met vuur, Ravee. Kom even met vuur. Kom maar aan. Oh, lekker warm, jongens. Oh. Het wordt ook donker. Oh. Even tempo. O landheer, de heer Traban. Wij hebben voet gezet aan de wal en zullen verder gaan verkennen. Zend deze brief door aan de heer van Bovisti. Groet, Teran. Wat? Wat? Ja, ik meen het. Wie zijn dat? Het staat gewoon in het Nederlands. Ja, het staat in het geen rare taal. Moeten jullie het lezen? Oh! Wow! Oh, het is heel dichtbij! Het zit in de vuur! Boek zit in de fik! Nee! Is het boek weg? Nee. Ik schrok me dood van die onweer. Nee. Nee. Dat was onze uitweg misschien. Waar is dat boek? Ik weet niet. Hij vloog in het vuur. Dat was niet mijn schuld. Kapitein, ik vertrouw hem niet meer. Arjan. Kon jij wat zeggen tegen mij? Kai, was dit alles wat er in het boek stond? Dat was alles wat... Denk ik. Nee, ik heb het. Ik heb het boek. Oh. Kijk, oh, God. Jezus, jullie laten me doodschikken, joh. Gekke mensen. Wat zijn deze brief door? Hier, Arjan, neem ook een zwaard. Want ik heb er 2. Ik heb ook een zwaard. Oh, je hebt een beter zwaard. Ja, daarom. Dat is prettig. Nee, Kai heeft gelijk. Jongens, staat niet meer in het boek. Kun je Revee nog wel zien? Goed. Oh, ik denk dat we terug moeten, jongens. Okay. Waar moeten wij? Oké. Okay. Naar ons huisje. Naar ons huisje nu. Maar jongens, er is hier vuur. Er is hier vuur en een boot. Waarom zouden wij dan terug gaan naar het oude? Weet je wat? Ik stel voor dat we hier gewoon eerst even wat rust pakken. Ja. Moeten we nog even kijken of hier wat in die boot verder... Misschien er ligt verder niks meer. Kunnen we niet gewoon in de boot slapen met z'n allen? Dat lijkt me veiliger dan op land. Ja, weet je wat zo vervelend is? Ik ben een We missen een zeil en hij is ook behoorlijk beschadigd hier aan de voorkant. Dus we kunnen er niet mee weg.
Maar we kunnen niet van veilig slapen. Oh jongens, het vuur is uit! Oh jee, dit vind ik niet leuk. Wat? Okay, goed, jongens, even voor de duidelijkheid. Weet je nog dat we die... We zijn die andere groep mensen nog tegengekomen. Ja. Ik denk dat het misschien geen gek idee is om naar die mensen op zoek te gaan. Jongens, we moeten hier weg. Kijk eens boven jullie. Weet... Oh jongens, kijk we eens gaan boven weg. Jullie. Ga weg hier, jongens. Nee. Ga weg hier. Nee, dit is niet... Dit is behoorlijk pijn. Want laten we bij elkaar blijven. Ja, we moeten bij elkaar blijven, jongens. Kom gewoon naar onze oude plek toe. Maar dan gaan we weer terug. Ja, maar wat moeten we dan? Maar daar was het veilig. Ja, maar we hebben ook die andere mensen toch nog gezien. Ja, maar het is donker. Ja, maar die zeiden niks. Nee, ja, maar die zitten misschien wel in hetzelfde schuitje als ze. We hebben het ook niks tegen hun gezegd.